Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe video waarin ik jullie een boodschap wil meegeven voor verschillende groepen tweelingvlammen. Dus deze is voor tweelingvlammen en scheiding met communicatie. Dus je weet ondertussen, communicatie moet niet consequent zijn, maar er is wel een zekere vorm van communicatie. We gaan eens zien wat dat er wilt doorkomen, wat dat we moeten meegeven. Oké, dat is het hoofdthema in deze connecties. Oeps. Wacht, hè. Dat zijn hier drie. Oep. 1, 2 en deze. Zien dat er geen andere meer? Nee. Wat is het hoofdthema? We krijgen de tower, maar de toren is omgekeerd. Met temperance, balance en een hoge priesteres. Dus het belangrijkste thema in deze connectie is eigenlijk dat er een... hoe zeggen ze het? Een herkalibratie is van beide energieën. Dus zowel je eigen energieën als de energieën van jouw partner. Waarin dat belangrijk is om... Enerzijds goed op te letten waar dat je energie naartoe stuurt, dus naar de omgeving. En anderzijds, zeker als jij de vrouwelijke energie bent, om de hogere dynamieken en de hogere wijsheid meer te gaan gronden. En eigenlijk vanuit jouw ik ben aanwezigheid het leven nog meer te gaan vormgeven. En als je de video van, over de vrouwelijke energie nog niet bekeken hebt, zou ik dat zeker doen. Ik heb die maandag gepost. En dat sluit eigenlijk hier ook bij aan. Oké, wat moeten we nog meewerken over deze connectie? We hebben Better Times Ahead met de Six of Swords. Dus er zijn en verwacht ook betere tijden. Want die liggen in het verschiet. Changing the outcome, dus Ten of Swords. Ja, door jouw gedachten te gaan veranderen over hoe dat je denkt dat de situatie gaat lopen, ga je uiteindelijk ook het resultaat veranderen, want je kiest dan uiteindelijk voor een nieuwe tijdslijn. Omdat nu, op dit moment, zijn eigenlijk er nog een aantal gehechtheden die ervoor zorgen dat je nog niet volledig tot die eenheid kan komen en het gelukkig happy samen zijn. En laat los de limiting beliefs, dus laat de... beperkende overtuigingen die er nog zijn, laat die los. En dat heeft ook te maken met dit hier. Dus het is echt belangrijk om nog dieper in dat stuk van overgave te stappen. Los te komen van de tijd voornamelijk. Omdat uiteindelijk, als je bekijkt in VFD en in energie, dan bestaat tijd daar niet zoals dat wij het concept hier hebben op aarde. Dus wanneer dat je weet dat eenheid er is in jouw connectie, bijvoorbeeld, of eerst in jouzelf en dan in jouw partner als spiegeling, en dan vervolgens het zich gaat in eenheid zien in de 5D, om dan later te gaan manifesteren in de 3D. En ik ben mijn draad kwijt. Nu, mag niet uit. De belangrijkste dingen die zullen gezegd worden. Maar dus het belangrijkste is, okay, want ik kom hier nog eens terug, strings attached. Dus zowel bij de mannelijke als bij de vrouwelijke energie zijn er afhankelijkheden, gehechtheden die eigenlijk vanuit een angst, vanuit een verkeerde energie er nog zijn. Die voornamelijk te maken heeft met hoe dat jullie denken dat de dingen zou moeten verlopen. En dus vandaar dat het belangrijk is om in te tappen op die hoge priesteres, dus op die hogere wijsheid. En dat is ook de reden waarom de toren ondersteboven ligt. Omdat je eigenlijk nu in dat stuk, in die fase zit. Ja, ik was aan het vragen of ik hier nog mee moest doen. Nee. Ga eens zien. We hebben een andere tarot. Dus ja, je ziet ook 10 van zwaarden. Dus laat al die gedachten, hetgeen wat dat verwarring creëert, hetgeen wat dat verwarring brengt, laat dat los. Zelfs als het gaat over de dynamiek van
chaser en runner, zoals je op heel veel dingen ziet, laat het los. Want uiteindelijk, waar gaat het in eerste instantie over? Over die Nine of Cups. Het diep vervullen van jezelf, zonder de aanwezigheid van jouw wederhelft. Vandaar is het ook belangrijk om... ik heb ook ooit eens een video gemaakt over die ghosting. Hoe dat in tweelingdynamieken totaal iets anders betekent dan bij andere relaties, zou ik maar zeggen. En ook daar is dat ook de manier waarop ik ernaar keek natuurlijk. Omdat het altijd voortkomt vanuit wonden, vanuit ruimte dat genomen wordt. Weglopen van een bepaalde emotie dat ze voelen en ervaren. Maar natuurlijk, ze koppelen die emotie aan één specifieke persoon. Terwijl dat eigenlijk een emotie is die getriggerd wordt in zichzelf. En dan zien we hier ook weer hetzelfde. Weer de bevestiging van de kaarten daarnet. Dus wel ik wel mooi om te zien. Aan de andere kant, ja, vijf van munten. Starheid, vastzitten. Dus het gevoel dat je vastzit. Het vastzitten wat je ervaart in de realiteit, geeft zijn oorsprong in de mind. Dus in de gedachten. En dus door daar je focus te gaan verleggen en dus je gedachten anders te gaan gebruiken en alles wat je ooit geleerd hebt over relaties, over wat dan ook, om dat los te laten, zodanig dat je kan intappen op dat horen en vanuit die horen energie, dan ga je zien dat ook dingen gaan verschuiven. En ook nog een aantal boodschappen voor in de connectie. Hier een van de boodschappen die al belangrijk is om mee te geven is: ik ben bang dat je iemand anders zal ontmoeten voor ik klaar ben om bij jou te zijn voorgoed. En dat is eigenlijk iets waar dat, de mannen er heel vaak ook doorheen gaan. En de grootste uitdaging, laat maar zeggen, voor de vrouwelijke energie, omdat zij eigenlijk moet wachten en tegelijkertijd ook niet moet wachten. Ik zeg altijd van ga een stukje sneller, dan moet de mannelijke energie ook maar lopen om mee te kunnen. Maar tegelijkertijd zit er daar ook weer de valkuilen dat je dingen wil gaan forceren. Maar uiteindelijk gaat het er vooral over dat je als vrouwelijke energie niet wacht, dat je niet vertraagt, dat je niet, geen uitstelgedrag gaat gaan vertonen omdat je denkt dat dat nodig is om zodanig dat je mannelijke energie zou mee kunnen. Nee, in tegendeel. Het is belangrijk dat als het echt jouw tweelingvlam is waarmee je in contact bent, dat je weet en beseft dat die energie net dezelfde is als jouw energie. Dus als jij in staat bent om bepaalde lessen te leren en doorheen transformaties te gaan, dan mag je ook dat vertrouwen hebben dat ook jouw tweelingvlam daartoe in staat is. En wat zeggen we ook nog, die te verder te maken heeft met de tijd en die intenties, dat planeten ook constant de aanleiding zijn om stukken te healen, om stukken te activeren, om codes te laten integreren. En dus dat net daarom ook belangrijk is om je gewoon over te geven aan de veranderingen. Want zelfs als je al in eenheid bent, en daar kan ik zelf als getuige van meespreken, en zelfs als je ook al in het fysieke samen bent, dan nog is die invloed van die planeten aanwezig. En afhankelijk van welk teken dat je bent, gaat dat natuurlijk op een andere manier zich gaan uiten. Wat hebben we eerst? I'm trying to figure out this connection. I've never experienced anything like it before. I'm going through a dark night of a soul. Nothing in my life is making sense. Ja. Yeah. Ik heb het gevoel dat het hier vooral voor de mannelijke energie is in de connectie. Maar ook nog een stukje verder ook voor de vrouwelijke energie. Dus ook al is dit hier de vrouwelijke vrouw en hier benen. Er is altijd weer een volgend level in het bewust worden en in het ontdekken en in het leren wat het betekent om een relatie vorm te geven vanuit zielsniveau. En het is het feit dat we dingen ervaren dat we nog nooit ervaren hebben, die er ook voor zorgen dat we getriggerd worden. Dat onze wonden zichtbaar zijn, dat onze diepste angsten zichtbaar zijn. En die er ons natuurlijk voor duwen om die aan te kijken, om die te helen en te transformeren. Vooral voor de mannelijke energie is dat een lastige, omdat het feit dat zo wat dat zij voelen en dat zo goed is, dan, zeker mijn twin had dat in het begin, dan vond hij het soms gemakkelijker om mij weg te duwen
En dus om het niet aan te nemen en er niet voor het, volledig voor te gaan, omdat hij het dan ook niet kon verliezen. Dus besef dat, dat de dingen, de obstakels die er zijn tussen jou en je twin, die komen voort vanuit wonden. Eens dat je op een bepaald niveau zit en dat er eenheid in jezelf, en dus dat die eenheid er is in 5D, dan ga je ook merken dat wanneer de ander getriggerd wordt, dat dat niet altijd de spiegeling is van iets die nog in jou aanwezig is. Dus ook daar, wees heel bewust. Ja, hier ook weer bevestigen, want wat ik net gezegd heb. Ik ben het proberen om te begrijpen hoe mijn gedachten mijn realiteit creëren. En ik weet dat ik moet positief blijven. Blijf jij ook positief? En hier gaat dan ook vooral de vraag over van, blijf je positief over ons denken? En blijf jij het positieve zien? En blijf jij geloven in alles wat dat mogelijk is? Dat we voorbestemd zijn, dat dit echte liefde is en zo verder. Wat hebben we nog? I always felt I had a higher calling in life and our connection brings me more clarity on it. Dat is voornamelijk voor de vrouwelijke energie. Dus de vrouwelijke energie is in eerste instantie ook diegene die het eerste die verbinding voelt met de missie of de reden waarom dat ze samenkomen. Let op, niet alle tweelingvlammen hebben een missie ten aanzien van anderen. De belangrijkste missie is die ten aanzien van zichzelf en de eigen zielsgroei. Want door aan jezelf te werken, door dat hoger bewustzijn meer en meer te integreren en vanuit onvoorwaardelijk liefde je leven vorm te geven, ben je sowieso een ankerpunt voor die onvoorwaardelijke liefde om dat te gronden. Zodanig dat andere zielen ook kunnen intappen op die hoge energie. En dit is de mannelijke energie. Je ziet dat het ook ondersteboven hier hangt. En er staat bij, I feel insecure and it's pushing me to grow. Ja, dat is heel wat ik daarnet gezegd. En dus die gedachten, dat is een hele moeilijke voor mannelijke energie. Omdat zij voornamelijk vanuit de 3D een leven ervaren en een groei aangaan. Dat zijn ook de zielen die het meeste gegrond zijn en het verankerd zijn in die 3D-realiteit en in de matrix. Vaak noemen ze dat ook de matrix twin. Omdat de vrouwelijke energie eigenlijk veel meer vanuit de hogere chakras het leven vormgeeft en leeft. En dat maakt natuurlijk, hoe verder dat de mannelijke energie komt, hoe meer dat hij geconfronteerd wordt met alle ideeën dat hij ooit gehad heeft. De patronen en de copingmechanismen die hij had, de manier waarop hij zijn leven heeft vormgegeven. En nu moet hij gewoon toegeven dat het niet meer werkt. Dat hij moet ook doen zoals de vrouwelijke energie, vanuit dat hogere wijsheid, vanuit die hogere energie. Oké, en om deze reading te eindigen, wil ik nog een kaart meegeven, zodat je weet met welke universele vlam dat je kan gaan werken. Als je zelf een persoonlijke reading wilt, of channeling, specifiek voor jouw connectie of voor jouw groei, dan kan je altijd reserveren via de website natuurlijk. Want dit zijn emblemen collectieve readingen. En je gaat er altijd wel iets uithalen, maar als je echt diepgaande inzichten wilt en onmiddellijk wel verder wil gaan, raad ik een persoonlijke reading aan. De kaarten die aangeraden worden voor de energieën, dus met welke energieën je kan werken in deze connectie, dat is Aartsengel Raziel met deze kleur. En ook Dreams, dus ik hoor het in het Engels zeggen, pay attention to your dreams. Besteed dus aandacht aan je dromen. Ook als je meditatie of visualisaties gaat, ook daar ga je informatie ontvangen. En dan hebben we ook nog Aartsengel Michael met Transmutation. Doet mij ook heel hard denken aan de transmissies die zowel in de trajecten en de verschillende trainingsprogramma's aanwezig zijn, maar ook diegenen die hier gratis aanwezig zijn op YouTube. Dus als je dan nog nooit beluisterd of mee gewerkt hebt, begin met de gratis transmissies hier op YouTube en ervaar zelf de kracht ervan. En dan ga je wel vanzelf overtuigd zijn dat dat een hele snelle manier is om te groeien. Voilà, dat was het voor deze reading. Ik hoop dat je vast een aantal inzichten hebt gehad en beter begrijpt waar dat nu ergens staat. En zoals gezegd, wil je echt specifieke antwoorden op je vragen of onzekerheden of bevestiging van iets dan ook, maar wat dan ook. Het mag ook gewoon over jouw bewustzijn gaan natuurlijk. Dan mag je mij altijd, of kan je altijd via de website een persoonlijke reading of channeling reserveren. Tot de volgende!